Hallo luidjes, super tof dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Roe en ik ben op dit moment samen met Harjan, Rianne, Sandra en Marta en we gaan naar Walibi. Het is weer heel moeilijk, want Harjan en Rianne die hebben hun datum op de verkeerde dag gezet, dus we kunnen er niet nog. Mocht even duren, maar we zijn inmiddels in het park. Wat was er met jullie tickets? Die was de verkeerde datum per ongeluk. Nou, daardoor zijn we een kwartiertje later, maar we zijn binnen en we hebben onze eerste attractie gevonden. Dat is deze heerlijke tuinstoel. Ik vind hem fijn. Ja. Ja, ik mag dus geen attracties filmen, dus dan krijg je maar dit soort video's. Nee, we gaan wel een leuke dag maken in Walibi. De rest van de groep die heeft weinig zin om te wachten totdat wij uit deze tuinstoelen komen, merk ik. Dus laten we maar weer in actie gaan. Ja. Dames en heren, dit is Raoul. Raoul die heeft een kwekersdeal met zijn leven, dus die staat hier een beetje de hele dag te vloggen met die camera van hem. Is hij een beetje waterdicht, Raoul? Nee, dat is hij niet. Nee. Nou ja, gaan we wel aan die kant. Van, nou, weet je wat, we gaan niet een keer de kans doen, radio en het oostvolder. Hij gaat meedoen aan het fonteinquiz. Nou, van mij benieuwen. Moet ik een tegenstander hebben of niet? Hier staat Raoul van R of Uit. Raoul, die gaat meedoen aan de fonteinquiz. Hij krijgt van mij 5 multiple gokvragen. En die moeten wel goed zijn, Raoul. En anders? Die niet goed zijn, dan krijg je van mij geen watershow. En dan neem ik 6 abonnees van jou. Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan wij beginnen met vraag 1. Welk ijs kan niet smelten? Dus welk ijs kan niet smelten? Al het ijs kan toch smelten? Sorry? Al het ijs kan toch smelten, maar het is multiple gok. Nee, dit is gewoon een open vraag. Nee, jij zei het zijn 5 multiple gok vragen. Nee, het zijn 5 open vragen. Ben je nou nog dom? 5 multiple gok vragen. Welk ijs kan niet smelten? Een ijsbeer. En dat is je laatste antwoord, Raoul? Ja. Dat is niet goed. Heb jij ooit een ijsbeer zien smelten? Nee, ik heb nooit een ijsbeer zien smelten, maar radijs was het goede antwoord geweest. Wij gaan naar vraag 2. Waarom lachen kabouters altijd als ze voetballen? Dus waarom moeten kabouters altijd lachen als ze voetballen? Help! Het kietelt onder de voeten. Ja, het kietelt onder de voeten hoor ik. Het kietelt onder hun voeten? Ja. Ja, of onder hun oksels. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, voor kabouter wel. Maar het is wel het goede antwoord, Roel. Lekker bezig! Dat is slimmer dan gedacht. Ja. Wij gaan naar vraag 3. Welk muziekinstrument werkt nooit mee? Dus welk muziekinstrument werkt nooit mee? Moet iets met tegen hebben. Een dwarsfluit. Een dwarsfluit? Ja. Ik denk dat het een dwarsfluit is, Roel. Ja. Nou, dat is helemaal goed. Lekker bezig, jij bent echt goed in dit spel. Ja. Nou, het gaat best de goede kant op, Roel. Dat had ik eigenlijk niet verwacht van je. Nee, we moeten... Goed, we gaan het meemaken. Wij gaan naar... Ja, 4. Hoeveel kanten heeft een cirkel? Hoeveel kanten heeft een cirkel? Ja, 2. 2. 2 kanten. Voorkant, achterkant. Voorkant, achterkant. Ja. Zijkant. Jij denkt dat goed is? Ja. Zijkant. Nou, jij zegt 2 kanten. Dat is inderdaad goed. Het was alleen niet voorkant, achterkant.
maar een binnen- en een buitenkant. Oh ja, 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 ja. Dus. Ja. Maar goed. Drie vragen moet al rollen. We gaan de goede kant op. Ja. Wij gaan naar vraag 5. Waar ergert bestek zich aan in de bestekwagen? Wat was de vraag? Dus waar ergert bestek zich aan in de bestekwagen? Hulplijn. 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 Al mijn hulplijnen laten me in de steek. Dat is niet best. Al die hulplijnen laten je in de steek? Ja. Nou, ik hoop die kijkers niet wel. Aan een botmes. Aan een botmes? Ja. Nou, dat is nou jammer, Roel. Niet goed. Bestek ergert zich in de bestekla aan de opschetlepel. Ja, ja, ja. Vindt de flauwe grap? Ja, die gaat ver. Gaat ver. Ja. Ja. Ik zou maar niet het woord herhalen wat je net zei. Want dat is een beetje jammer. Kindergebied, hè? Maar ja, er kijken ook kinderen mee met het kanaal van Raoul. Ja. Over bestek gesproken, Raoul. Ja. Wat voor taal wordt er gesproken in de vaatwasser? Oeh. Ik zoek weer naar de hint in deze grap, wat hem zou kunnen zijn. Welke taal in de vaatwasser? Welke taal wordt er gesproken in de vaatwasser? Klingelding. Klingelding. Zal ik het maar zeggen, Raoul? Ja. Servies. Dus dat. Maar ik mag je feliciteren, Raoul, want je hebt toch 3 vragen goed. Yes. Ja, je bent net zo goed in deze fonteinquiz als in gouden paaseieren zoeken. Ja. En daar was je ook wel goed in, had ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, hè. Nederlands kampioen. Ja, je bent gewoon Nederlands kampioen paaseieren zoeken. Ja, ja, ja. Hoe zie je het? En die staat vandaag hier in Walibi. Je mag wel even een extra applausje voor, dames en heren. Ja. Nou, iedereen is heel enthousiast. Karig applausje, ja, ja. Hey, maar Roel, dan mag jij een watershow uitkiezen. Kies er voor show 1, 2 of 3? Doe maar 3. Show 3? Ja, ga ik wel een stapje naar achter. 100% zeker? Ja, ja. Nou, Raoul, neem een beetje afstand. Heb ik gedaan. Raoul, jij koos voor show 3. Let op, komt hij aan. 1, 2. En was het wat? Ja, een beetje karig. Beetje karig? Ja. Ja? Moet er een betere show komen? Ja, doe maar. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, Raoul van R op Uit staat hier bij mij voor de fontein. Vergeet hem niet even te liken en te subscriben. Hij heeft de fonteinquiz gewonnen. Dus ja, dan heeft hij recht op een watershow. Komt hij aan. Deze was mooi. Ja, het was deze mooi, Roel. Ja, deze was mooi. We gaan even zien hoe de kindjes gaan spelen. Kijk, daar gaan ze hoor. We zijn 1,5 uur in baan, die is dit moment ongeveer. Wij gaan nu deze rondrijdende bootjes. Zo, we zitten in de El Rio Grande. Woehoe! Oh. Ik heb water in mijn oor. De attractie waar we nu in zitten, die valt eigenlijk wel in de categorie lichtelijke tijdsverspilling. Maar we zitten in van die autootjes, lekker in de baan, lekker een stukje rijden. Dan doen we wel gewoon hier een Q&A in plaats van in het reuzenrad. We hebben ook allemaal een eigen autootje. Sandra, ik heb een snelle vraag voor je.
Wat zou je doen met een miljoen? Dat was te laat. Oké, nou, er zijn daar babyzwaantjes. Er kwam een vraag binnen en dat was de vraag wanneer we fatsoenlijk een potje gingen padellen. En nou, op zich ben ik daar ook wel voor in, alleen dan moeten we dus een potje 2 tegen 2 en dan moeten we toch echt nog even mensen zien te vinden. Dus heb jij nou zin om een potje te padellen tegen Martijn en mij? Laat het dan even weten in de reacties, want dan kunnen we een potje gaan padellen. Dan een andere vraag die binnen was gekomen op YouTube was de vraag of ik het kratje stapelde, of ik had gewonnen of niet. Maar de uitslag op dat moment, die wist ik ook nog niet. Inmiddels moet ik toch echt meedelen dat ik niet heb gewonnen, dus dat is weer jammer. Ik heb net ook een beetje inside information gekregen, want we zijn nu natuurlijk in Walibi en het is vrij druk met scholieren die op schoolreizen zijn. Al die schoolreisjes die zouden moeten vertrekken rond een uur of 4. En dan zijn de rijen dus automatisch een stuk korter. Hoe was het stuur? Doet het stuur iets? Zo, bijna ongeluk. Dit stuur doet niks. Als het goed is, zijn we er bijna. En ik heb eigenlijk nog een doelstelling, want ik wil samen met Harry een foto maken in één van de attracties. Dus we moeten eigenlijk een originele boomstamfoto zien te maken. We hebben wel echt machtig mooi weer vandaag. Het is gewoon heerlijk zonnetje. Het is 22 graden of zo en ik zit hier met een lange broek. En dan moet je 's ochtends zo'n afweging maken of je gaat voor een korte broek of een lange broek. Of zo'n afritsbroek, die heb je ook, hè? Ja. Van die broeken dat je dan de langheid kun je wegkennen. Ja. Dat zijn wel handig. Ja. We gaan zo meteen even onderweg naar de Goliath, daar gaan we even in. En misschien gaan jullie nog in de El Condor. Maar daar ga ik niet in. Ik hou niet zo van dat bungelen. Dus. We zijn net in de Goliath geweest en ja, nogmaals, ik mag geen onwoords maken, maar jij komt hier eigenlijk beroerder uit dan dat ik dat komt. En dat valt me toch tegen. Ik ben goed misselijk, ja. Hoe kan dat? Ja, ik heb meer achtbanen gehad dan jij. Ja, oké, maar deze valt qua heftigheid wel mee. Ik denk dat de centrifuge mij net gelekt heeft. Ja, dan daar zou ik ook nooit in gaan. Ik snap ook niet dat mensen dat voor hun plezier doen. Maar, nou, maar even beter. Zullen we nog een keer? Je wil het beeld hebben. Ik vind het prima, we gaan eerst eten. Altijd mee. Het park sluit over 10 minuten, dus we moeten de laatste 10 minuten moeten we even goed gebruiken. Even rennen. Ja, wij gaan nog een keer in de Goliath. De rest van het team is een beetje KO. Ja, afgezakt. Arjan die is KO, Sandra die zit hier ergens in een boomstammetje te dobberen in haar eentje. En wij gaan gewoon nog een keer in, door de Goliath. Voor mij eerste keer dan, hè? Oh ja, voor jou eerste keer, ja. Voor mij tweede keer. Ik heb mijn dieptepunt al gehad vandaag. Ja, jij hebt een Goliath shirt aan, dus ik vind wel dat je er dan ook in moet. Ja, klopt. Ja. Nou, we gaan ervoor. Ja, zo zie je de ingang, die verdwijnt weer aan de achtergrond. En dat betekent dat we naar buiten moeten, want het park is gesloten. Oh. Ik moet wel eerlijk zijn met jullie dat het doel van vandaag... Nou ja, het doel was een leuke dag hebben natuurlijk. Maar het tweede doel om een goede foto te maken en de foto van vorig jaar over te doen in de boomstammetjes. Die is mislukt en dat heeft verschillende redenen. Reden 1 was dat het heel druk was bij de boomstammetjes en dat die rij heel lang was. De belangrijkste reden dat het is mislukt is omdat de fotobooth dicht was. Dus ja, de kans die was er niet. We gaan nu weer in de auto en dan gaan we weer de rit terug naar huis. Ik zit in de auto, ik zit achterin met Sandra en Marta. En voorin. Rianne en Arjan. Yo. Yo. Ja, dat is een Ja, moet ik de afsluiting doen of doe jij hem wel? Jij mag hem ook doen. Ik mag hem ook doen? Ja. Nou. Dames en heren, als je nou niks beters te doen hebt met je leven, vergeet dan niet te abonneren en te subscriben op het YouTube-kanaal van Raoul erop uit. En dan zien we je volgende keer weer bij een nieuwe vlog. Hartstikke gezellig. Morgen 6 uur.